Goedemiddag en welkom bij de tweede AFTM-vlog. Omdat de eerste AFTM-vlog zo vaak is bekeken en zo razend populair was, heb ik besloten om een tweede vlog te maken. Ook heb ik van de kijkcijfers van de eerste vlog wat investeringen kunnen doen. Cameramannen, componist, een jingle laten maken, mobiel camerateam. Ja, ik heb dus weer iets heel leuks gedaan. Ik heb een paar dagen geleden meegedaan met Film 49. Is dat goed, Fout? Het is een initiatief vanuit Studio M, dat zit in Utrecht. Film 49 houdt in dat je dus in 49 uur een film probeert te maken. En aan het begin van de 49 uur krijg je drie elementen mee die erin verwerkt moeten zitten. Namelijk 1, een prop die er moet inzitten. 2, een personage die er moet inzitten. En 3, een line die erin moet zitten. En dat waren, mag ik een tromroffel? Dankjewel. Als prop een CD-ROM. Als line koffie of thee. En als personage Billy de Baas. Dus met een hele leuke groep mensen besloten wij mee te doen aan Film 49. Laten we ze even langs gaan. Zien jullie dat ik een beelden? Ik heb hem niet ontbeten. Eitjes van Frank en worstjes van Emilia. Zo moet even naar Studio 22. Zo. Welkom in Twello. Nu hadden we van tevoren al bedacht dat we een goede uitvalslocatie moesten hebben. En dat zou in ons geval Twello zijn, want daar komt Frank vandaan. Ja, mooie koeien daar, jongens. Ja. Lisa, wat zijn we aan het doen? We zijn eventjes locaties aan het spotten voor onze film die wij gaan maken. Wat voor film dan? Een hele coole, gave, magnifieke film. Ja. Wat ga jij doen, Julius? Muziek maken. Met dit ding. Ja, kijk. De BBC Orchestra. Daar kun je nou zo lekker. Oh ja. Ja, dus terwijl Julius aan de slag ging met de muziek, gingen Emilio, Danny en ik aan de slag met het script. We hadden al een beetje met z'n allen gebrainstormd over wat leuk was en wat we wilden gaan doen. Oké, let op. We hebben twee actes. Ja. Je hebt aan de beide kanten twee actes die elkaar parallellen, ja, maar die elkaar ook versterken. Dus. Het beeld leek ons allemaal wel cool van een man zakelijk gekleed in een bos, omdat het natuurlijk vrij tegenstrijdig is. In acte 1, de routine, het ontstaan van nieuwsgierigheid, ja, en de afbraak van de routine en van alles wat je bij je aan vasthoudt. Mm-hmm. En dan heb je in acte 2, de rebirth. Ondertussen gingen er weer andere mensen op pad om productionele dingetjes te fixen, zoals props en locaties te scouten. Ja, gaan we scouten. Dat gingen Frank en Lisa doen. Leuk. Mooi, hè? Let's go! Nou, succes! Zo, je ziet dat ik een beeld ben. Oh! Ik ren voor de zon ondergaat. Ik ga naar de toe en ik zeg ik heet Emil. Come on! Hey, crime! Hier hebben we nou mee te dealen. En toen rond middernacht stond er uiteindelijk een script. Toen wilden Frank en ik rond 3 uur nog eventjes het call sheet maken voor morgen. Maar omdat we ondertussen al best wel moe waren, hebben we de helft van het call sheet gemaakt. Maar hey, beter dan niks. Kan ik niet op een of andere manier zien of dit in focus is. Als dit uit focus is, bied ik daar mijn excuses voor aan. Ik heb Robin beloofd dat ik niet meer de camera neerzet tijdens het rijden. Dus ik heb nu, voordat ik instapt, heb ik de camera neergezet. Dus ik kan er nu niet meer aan zitten. Is dat lekker? Ik heb echt. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is maar één dag. Goedemorgen. Heerlijk café. Wow! Dat moet denk ik het eind van de tent zijn. 56 jaar geleden. Ik kan niet serieus te nemen. Hallo. Naam, functie en rang. Lisa, de boer. Tijn. Kapitein. Ik ben Danny. Julius de Bruin. Camera, vrouw. Spee. Ik ben de man met clipperboard, dat is wel leuk. Een geluidsman, een muzikant. Mijn rang. Rang? 1.
Ik ben zowel het allerbelangrijkste als het minst belangrijkste. Geen idee. Assistent, opnameleider, productieassistent, ja. Script supervisor. Ik denk regieassistent. Regieassistent. En rang onderaan. Daarom ben ik nu de batterijen van mijn eigen ding aan het vervangen. En vind je het nog leuk? Ja, tot nu toe nog wel. Ja. Nice. En toen we al een hele tijd bezig waren met filmen, gebeurde het. Er kwam namelijk opeens een vrouw aanlopen vanuit de bossen. Het eerste wat ze vroeg was, hebben jullie een vergunning? Dus wij zeiden, nee, we hebben geen vergunning. Nou, dan wil ik dat jullie binnen 10 minuten weg zijn, want het is een beschermd natuurgebied en je mag hier niet filmen. En anders stuur ik de boa's op jullie af. Ondertussen was het stress bij ons natuurlijk, want wij hadden nog maar de helft van de film gedraaid. We moesten nog best wel een paar belangrijke scènes. En toen moesten we opeens weg van die vrouw. Dus toen hebben we heel snel de beslissing gemaakt om zo zacht mogelijk op te ruimen. En dan zou Lisa met Tijn zoveel mogelijk shotjes nog maken. Gewoon een handheld uit de hotspot. Zo snel mogelijk. Maar goed, al die vervelende dingen hadden wel tot gevolg dat we gewoon om 4 uur al klaar waren. En die edit ging ook heel goed, want Emilio die had al heel snel het eerste deel af. En toen hebben Lisa, Danny en ik nog eventjes de laatste paar scènes voor elkaar gebeukt. Toen was het 3, 4, 5 uur en toen was ik doodmoe, dus toen ging ik lekker naar bed. Toen hebben Lisa, Danny en Emilio volgens mij nog doorgeëdit. En toen is Frank er nog op een gegeven moment bijgehaald voor de allerlaatste scène. En toen heeft Frank hem geëxporteerd. De film staat of nu al online of hij wordt nog online gezet, maar dat zal ik ergens wel laten weten. Voor de rest, bedankt voor het kijken en vergeet niet je tanden te poetsen. Later!